Goedemorgen allemaal. Welkom bij aflevering 4 alweer. De laatste aflevering over het gebruik en wat kan Microsoft Teams nog meer. Ik denk dat vandaag de meest interessante sessie toch wel op het programma staat. Ja. Je gaat weer een demo geven. Top dat je er weer bent. Ik ben blij dat jij een keer wat anders aan hebt. Ik heb ook mijn demo shirt aan gedaan. Nou, altijd die witte overhemd maar steeds. Ik ben blij dat je wat meer casual bent. Ja, ik heb je advies ter harte genomen en dat toch maar aangedaan. Gekheid. Leuk dat je er bent. Super fijn. Wat we gaan doen vandaag is, we hebben natuurlijk gesproken in sessie 1 over wat is Teams nu, waar gaat Teams heen. Daar heb je een paar kleine dingen laten zien en verteld over wat de toekomst gaat worden. Ja. In sessie 2 hebben we het gehad over wat kan het nog meer. Hè, waarbij je ook de integratie met applicaties benoemde. Mm-hmm. Waarbij je bellen met Teams benoemde en met de devices die daarmee gaan werken. En daar sloten we ook af en daar ging eigenlijk sessie 3 over. Wat doet dat nou met de mens, hè, het welzijn onderdeel. Vandaag gaat Michel een aantal onderdelen laten zien die misschien nog niet helemaal mogen. Maar goed, gaan we even kijken hoe ver we mogen komen. Waarbij je die nieuwe features laat zien. Zal ik nou mijn kantoortje lopen? Lijkt me goed. Ga ik daar aan toe. Zie ik je zo, ja? Zoals jullie zien ben ik hier in de browserversie van Teams. Je kunt Teams natuurlijk altijd openen in een app. Ik laat zien hier hoe het in de browser werkt. En voordat we al deze verschillende teams en notificaties gaan opruimen, denk ik dat het goed is om eerst eens te kijken naar wat van de basisfunctionaliteiten, voordat we in de wat meer gevorderde tips en tricks gaan duiken. Laten we beginnen met de activiteiten tab. Dus je ziet hier aan de linkerkant zie je de menubalk. Ik zal zo laten zien wat hier allemaal onder zit, maar laten we beginnen met de activiteiten. Je ziet dat hier een heleboel activiteiten staan. Dit zijn de laatste dingen die gebeurd zijn in Microsoft Teams sinds ik ben aangelogd. Het handige is dat ik hier ook een filter op zou kunnen plaatsen. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou laten we filteren. En laten we kijken naar overal waar een bericht is wat ik nog niet heb gelezen. Daar kunnen we op klikken en vervolgens komen we meteen in dat bericht wat ik nog niet had gelezen. Je zou kunnen zeggen, ik wil graag kijken naar overal waar ik geadmentioned ben. Dus overal waar ik genoemd ben. Ik ben in deze demo, ben ik Megan Bowen. En je ziet hier Megan Bowen, hier is dat bericht waar ik op heb geklikt. Dus dat is hoe je deze filter goed kunt gebruiken om overzicht te houden in je activiteiten tab. Nou, de tweede zijn de chat. Je ziet hier al, ik ben hier 1-op-1 aan het chatten met Pradeep. You are killing it in the editorial design. Thanks for the hard work. Mooi berichtje. Kunnen we meteen een hartje achterlaten om eens te kijken, om te bedanken voor wat hier is gebeurd. En ook nog een keer achteraan zeggen. Thanks. At Pradeep. Means a lot. Zo, mooi. Lekker typisch Amerikaans. En zo hebben we dat berichtje geplaatst. We zouden hier ook nog andere mensen bij kunnen voegen. Dus als we hier helemaal rechts op het aantal mensen klikken, kunnen we add people doen en kunnen we zeggen, nou laten we ook Alex toevoegen. En we laten Alex alle chatberichten uit de historie laten we meekijken. Dus nu hebben we add gedaan en nu hebben we ook Alex toegevoegd aan deze chat. Hiermee kun je dus volledig je consumenten chat apps, waar we het al een keer eerder over hebben gehad, achter je laten en alles hiervan in Microsoft Teams gaan doen. We zeiden al eerder in eerdere webinars, dan hoef je dus, zowel vanuit een security perspectief is dat een hele goede. Mensen gaan natuurlijk zowel zakelijke als privé dingen delen in dit soort chatberichten. Dat wil je allemaal, zeker het zakelijke, wil je in de zakelijke omgeving houden. Maar ook vanuit het welzijn perspectief. Je kunt deze groep opnieuw noemen en bijvoorbeeld zeggen, dit is de onze groepschat. Nou, dan gaan we naar de volgende tab. Dus je ziet hier 1-op-1 chat, groepschat met zoveel mensen als je wil. Dan gaan we naar de verschillende teams. En zoals je het ziet ben ik onderdeel van heel veel verschillende teams. En je ziet ook verschillende soorten notificaties. Je ziet hier bijvoorbeeld een uitroepteken staan. En dat uitroepteken betekent dat er een belangrijk bericht is in dit channel. Nou, dat zie je hier ook. Nestor heeft hier een bericht geplaatst wat blijkbaar belangrijk is voor iedereen. Je ziet hier ook een apenstaartje. Dat betekent dat ik hier geadmentioned ben. Dus op het moment dat ik hierop klik, zie je dat een aantal mensen iets tegen mij hebben gezegd in die admissions. Je ziet dus ook een Word-bestand staan. En in dit Word-bestand kunnen we meteen samenwerken als we hierop klikken met de mensen van wie dit bestand is. Dus je klikt op de file, dan komen we hier in het bestand. En zouden we hier kunnen zeggen, interessant bestandje trouwens, zouden we allerlei toevoegingen kunnen doen. We zouden eventueel zelfs comments kunnen plaatsen. En we zouden kunnen zeggen, add Alex. Kijk, AJB nog even naar de opmaak.
kunnen zelfs die taak meteen toevoegen aan Alex. En op het moment dat ik hier op verzenden druk, zal Alex ook een notificatie krijgen dat ik iets heb toegevoegd hier aan dit document. Nou, dat zijn de documenten hier in de channels. Maar je ziet hierboven ook een files tab. Overigens zie je verschillende tabjes. Je ziet hier posts. Dat zijn alle berichten die zijn geplaatst. Ik zit, zoals je hebt gezien, in een Amerikaanse demo hier. Bestanden. Daar gaan we nu op klikken. En hier zie je alle bestanden die in dit team zitten. Stel, deze remote tips is een hele belangrijke. Kun je hier op de drie puntjes klikken en kun je daar zelfs een tab van maken. Dus toevoegen hier. Zoals je ziet dat hier met de inventory list is gedaan. Je zou het bestand kunnen openen in SharePoint. Je zou het kunnen downloaden. Je zou kunnen zeggen, ik pin het aan de bovenkant. Want dit is zo'n belangrijke. Hiervan willen we zeker weten dat die altijd, zichtbaar is. Nou, je zou een wiki toe kunnen voegen. Dit is het Excel bestand wat we net in de bestanden tab zagen. Met een overzicht van alle voorraden. Als we op dit plusje klikken, kunnen we nog een heleboel extra applicaties toevoegen. En je ziet hier meteen dat dit niet alleen Microsoft applicaties zijn. Die staan hier wel bovenin. Maar je ziet nog veel meer verschillende applicaties van, niet van Microsoft, maar van andere vendoren. Nou, kijken of we eentje kunnen vinden die veel wordt gebruikt. Ik ken bijvoorbeeld Mural, is er eentje die nu redelijk populair is. We zouden op deze add-in kunnen klikken. We doen add en daarmee voegen we Mural meteen zometeen toe als een los stapje. In dit geval kunnen we het niet doen, want we hebben geen Mural account. Maar anders hadden we dit hier toe kunnen voegen. Je zou kunnen zeggen, ik ga hier bijvoorbeeld een Power BI dashboard toevoegen. Dus kijken of hier toevallig Power BI dashboards in zitten. Ja, die zitten er. En zo zie je dat je meteen hier in dit heet de consumer traffic, meteen een Power BI hebt toegevoegd aan je Microsoft Teams, waarin je dus samen kunt werken. Je hoeft dus niet te wisselen tussen verschillende applicaties. Je doet dat allemaal in Microsoft Teams. Nou, zoals ik net al zei, je ziet hier eigenlijk een heleboel dingen zie je hier gebeuren. Je ziet hier ook bij design gebeurt er iets. Je ziet hier Lee Gu, die is zo te zien niet Engels sprekend. Als we hier op de drie puntjes klikken, zien we een knopje dat heet Translate. En daarmee vertalen we de tekst van Lee, vertalen we meteen naar de taal van de tenant. Dus als je in een Nederlandse omgeving werkt, zul je hier ook de Nederlandse taal te zien krijgen. Je zou vanuit hier ook misschien meteen een poll kunnen starten, een werkitem kunnen starten. Maar je zal straks zien dat we hier nog veel meer dingen aan toe kunnen voegen. Nou, dan zal je zien, we hebben heel veel, zoals je ziet, hebben we heel veel verschillende teams waar we lid van zijn. De vraag is een beetje, hoe gaan we hier nou orde op zaken stellen? Niet al deze teams zijn even belangrijk voor mij. Zoals die communications teams is niet heel belangrijk voor mij. Dus daarvan kan ik zeggen, die ga ik hiden. Remote living wil ik ook hiden. Het design team vind ik wel interessant. Deze mag weg, deze mag weg. Deze mag weg, deze wil ik laten staan en deze laatste drie mogen ook weg. Nou, nu zie je dat je al meteen redelijk wat hebt opgeruimd. Wat ik meestal doe is, ik zet mijn belangrijkste teams, waar ik het meeste in samenwerk, zet ik bovenin, zodat ik die altijd makkelijk terug kan vinden. En de andere teams vind je nog steeds terug, maar die staan hier in de hidden teams. Als ik wil weten wat daar gebeurt, gebruik ik vaak de activity tab, die ik jullie net heb laten zien. Of ik ga er gewoon een keertje doorheen om te kijken wat er allemaal gezegd wordt. En dat doe ik dan één keer in de week of één keer in de twee weken. Deze American Design Awards is wel een hele belangrijke voor mij. Dus ik druk hier op de drie puntjes. Dan druk ik op pin. En daarmee pin ik dit channel bovenaan in dit team en in deze teamsomgeving. En dan zie je dus dat deze bovenaan staat en kun je altijd snel zo'n team raadplegen. Mocht je nou een nieuw team willen starten, dan druk je op Join of Create Team hier onderin. En kun je kiezen, wil je een code toevoegen? Misschien heb je een code gehad van een al bestaand team. Of wil ik een nieuw team maken? In dit geval gaan we een nieuw team maken. Daar zijn templates daarvoor. Dus stel je gaat een team maken voor het onboarden van nieuwe collega's. Kun je op de template klikken en als ik hier op next druk, dan zijn meteen al die dit hele team, die hele template is uitgerold. Dus we noemen deze even onboarding. We zouden eventueel de channels aan kunnen passen, dat doen we niet in dit geval. We drukken op create team. Zal je zien dat meteen het hele onboarding team al klaar staat. En je ziet hier linksonder, zie je dat ook langzaam al gebeuren. Nou, dat duurt even voordat dit team is aangemaakt. Hij zegt ook, ik ben er wel eventjes mee bezig. Dus als je wil, sluit het venster en dan laat ik je weten als we er klaar mee zijn. Dus we drukken op close en we komen hier straks nog wel een keertje terug. Dan gaan we naar de kalender. In de kalender zie je alle afspraken die je op dit moment hebt staan. Deze synchroniseert met je Outlook kalender. Tenminste, als je Office 365 of Exchange Online gebruikt, dan heb je deze verbinding. We gaan dus op zo'n
item gaan we klikken. Hier zie je meteen wie er allemaal zijn uitgenodigd, wie er beschikbaar zijn, wie er niet beschikbaar zijn. Je zou vanuit hier allerlei verschillende aanpassingen kunnen doen. Je zou zelfs de Schedule Assistant kunnen gebruiken om te kijken wanneer de meeste mensen dan kunnen. Nou, je ziet dat hier echt helemaal niemand iets te doen heeft. Dus op dit moment zouden we alles voor iedereen kunnen plannen. Stel wanneer we een nieuwe planning, een nieuwe meeting starten, dan zie je dat er hier twee verschillende opties zijn. En deze opties zie je alleen maar als je een enterprise variant hebt. Dus in ieder geval die voor het live event. En ik zal zo meteen laten zien hoe dat dan werkt. Op hele korte termijn voegen we hier dus ook de mogelijkheid toe om webinars te geven, zoals we je in de afgelopen webinar hebben laten zien. Als we hier op Schedule Meeting drukken, dan gaan we een meeting plannen en we noemen die voor het gemak even test. We gaan weer onze vriend Alex uitnodigen. Als we hem tenminste kunnen vinden. Ja, dat doen we voor vandaag en we drukken op send. En nu is deze afspraak is aangemaakt. Je ziet de testafspraak ook netjes hier staan. En als we erin kijken, zie je dat er ook meteen een Teams link bij staat. Als we hier op de link zouden klikken, dan zou de Teams meeting openen en dan zouden we verder kunnen werken in Microsoft Teams. Je ziet er ook meteen de meeting notes. Hier komen de notities achteraf te staan. Je ziet hier een whiteboard. Dus je kunt meteen samenwerken in een whiteboard. Hier zou je vooraf ook alvast wat dingen kunnen tekenen als je wil. Hier kun je later in samenwerken, ook met externe. Maar je ziet hier nog een plusje. En daarbij zie je ook dat je allerlei andere apps al kan toevoegen. En dit zullen er steeds meer worden. In dit geval gaan we Forms toevoegen. We drukken hier op Add, want we willen straks in de vergadering waar we in samenwerken, willen we polls neer gaan zetten. En in die polls willen we graag de mening hebben van een aantal mensen. Dus we openen hier poll, we maken een nieuwe poll. Even voor het gemak doen we, wat zullen we doen? Ananas op pizza. Ja. En optie 2 is ba. Die gaan we opslaan. Je zult straks zien als we in die meeting zitten, dat we die poll kunnen lanceren. Dus laten we hier op join drukken. We gaan in mijn geval eventjes verder zonder audio en video. Eventjes voor het gemak, we drukken op Join Now. Je zult dan zien dat we hier in deze omgeving in die vergadering al zitten. Nou, in die vergadering zie je, dit is de webvariant, dus daar heb je wat minder opties. Je kunt de camera aan en uitzetten, het geluid aan en uitzetten. Je kunt de Share Tray openen. Dit gaan we op zeer korte termijn gaan we dit veranderen. Ik zal kijken of ik zo meteen nog snel wat screenshots kan vinden. Je kunt je hand opsteken. Je zou iets kunnen zeggen, een conversation kunnen doen. Of je kan iedereen zien die op dit moment in de meeting zit. Dus we wachten in dit geval nog op Alex. Als ik hier mijn hand opsteek, zie je ook dat hier het handje komt. Dus degene die spreekt, ziet dat in het beeldscherm. Nou, verder heb je een aantal permissies die je zou kunnen aanpassen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, laat iedereen die een attendee is niet de mogelijkheid geven om zichzelf te unmuten. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik maak van mezelf. Het is met name handig als je mensen in de sessie hebt waarvan je niet wilt dat ze hun scherm gaan delen. Kun je ze attendee maken om door middel van de drie puntjes hier. Alex is nog niet in de call, anders had ik het al kunnen doen. Je kunt ook andere permissies kunnen aanpassen. In de webvariant gaat daar een nieuwe window voor open. En hier zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen wie mogen er allemaal voorbij de lobby, als je de lobby hebt aanstaan. Je kunt aangeven wie er mag presenteren. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen alleen ik mag presenteren en verder niemand. Mag iedereen zich unmuten? Nee, dat mag niet. Dat wil ik onder controle houden. De chat, die wil ik graag aanhouden en ik wil ook graag reacties toestaan. Dus we drukken hier op save. Als we nu terug gaan naar de meeting, dan is Alex nog steeds niet, maar alles wat we hebben aangepast vind je ook meteen terug in deze call. Nou, we gaan hier even uit. Ik denk dat jullie allemaal wel eens hebben gezien hoe een Teams meeting werkt. Wat ik niet heb laten zien zijn die polls, omdat Alex er niet was. Maar we zouden lanceren kunnen doen. En dan in de Teams meeting lanceer die poll ook en kan iedereen antwoord gaan geven op die poll met de vraag of ananas lekker is, ja of nee. Nou, iedereen zal zijn eigen voorkeur. Ik heb begrepen dat bij ons de lokale pizzeria stopt met ananas op de pizza. Dus laten we eens bad doen. Nou, zo kun je ook de resultaten zien. Dit zie je dus ook in de Teams meeting als je daarin zit. Dus dit krijg je voor elkaar door hier op het plusje te klikken. Nou, ik vertelde dat je ook live events op zou kunnen zetten. Een live event is een evenement wat je kunt houden voor 25.000 mensen. En het grote verschil hier
is dat mensen dat er geen interactie mogelijk is met de andere kant. Ze kunnen in ieder geval niet hun video en hun audio delen. Wat ze wel zouden kunnen doen, ze zouden vragen kunnen stellen. Dus laten we dit even snel invullen. Ik ben zelf de enige producer. Maar we gaan onze vriend Alex gaan we ook weer toevoegen. En die is geen producent, maar die is een presenter. Dus die kan alleen zijn slides delen. We drukken hier op next. En dan kun je kiezen voor wie is dit evenement dan. Wil je dat voor bepaalde mensen doen? Wil je dat voor iedereen in de organisatie doen? Of wil je dat voor heel de wereld doen? Dus wil je hem openstellen voor het publiek? Je ziet in mijn omgeving waar ik in werk dat dat is uitgezet. Dus het is bij mij niet mogelijk om voor iedereen in de buitenwereld een evenement te organiseren. Dus wederom, dit kun je aan of kun je uitzetten. Hier heb je verschillende opties. Dus je zou de recording beschikbaar kunnen stellen voor alle producers en presenters. Dat staat hier standaard aan bij mij. Je zou ze voor attendees kunnen aanzetten. Mensen die al een keer in de call zijn geweest, kunnen dan later weer terug. Je zou ondertiteling aan kunnen zetten. In deze tenant staat dat ook uit. Dit is nu alleen nog... dat is niet waar trouwens. Dit is voor alle talen. Dus je kunt hier ook al vanuit het Nederlands naar een andere taal vertalen. En dat betekent dus dat als ik in het Nederlands zou praten, zou ik live naar 6 andere talen tegelijk kunnen posten. We zien hieronder een notificatie, zagen we binnenkomen. Ik weet niet of je het zag, maar daar stond dat het nieuwe team klaar is. Dus daar gaan we zo meteen even naartoe. Nou, als je hier op Q&A drukt, dan krijg je de mogelijkheid om vragen te stellen en antwoorden te geven. En hier heb je het Attendee Engagement Report, waarbij je kan zien wie zijn er allemaal in de meeting is geweest. Als je nou een heel professioneel event wilt opzetten, dan kun je eventueel een externe app of een externe tool gebruiken, zoals bijvoorbeeld OBS, om je videostream vanuit zo'n tool als OBS in Microsoft Teams te krijgen. Als we nu op schedule drukken, dan hebben we ons eerste live event georganiseerd. En hebben we nu dus ook een live event voor in totaal 25.000 mensen. Hier gaan we 1 ding dus aan toevoegen en dat zijn de webinars. En met een webinar kun je met 1000 mensen tegelijk in een meeting. Daar kun je ook interactie hebben. Dus mensen zouden hun audio en video aan kunnen zetten. Dat kun je overigens ook uitzetten. En als je na die 1000 nog mensen binnenkomen, komen die in een zogenaamde overflow room. Wat betekent dat ze naar een opname kijken of eigenlijk naar het live event kijken. En geen interactie meer kunnen hebben. En dat kan ook tot 20.000 mensen. Nou, dan gaan we naar de volgende knop en dat zijn de calls. Je ziet hier in deze omgeving dat hier geen extra telefonie add-on is. Als je die zou kopen, zou je hier een klavier zou je krijgen, waarop je een nummer zou kunnen kiezen. In deze omgeving kan ik alleen maar intern bellen. Dus ik zou vanaf hier onze vriend Alex in 1 keer kunnen video bellen of kunnen audio bellen. Als je dus de phone add-on hebt, dan zou je ook nog naar buiten kunnen bellen op een vast telefoonnummer. Wat je daarvoor nodig hebt is SMB Business Voice. Is een extra add-on waarbij je middels een oplossing, en die oplossing heet Direct Routing, gebruik kan maken van de verbinding van je telefonieprovider en jouw nummer af kan laten leveren in Microsoft Teams. Nou, dan hebben we hier nog een files tab. Daar zie je alle files waar we recent in hebben gewerkt. Die remote tips die we net eerder hebben gezien. Je ziet alle files die je op dit moment in Microsoft Teams hebt. In alle verschillende teams waar je in werkt. Je zou hier ook kunnen zoeken. Je kunt kijken op je cloud storage. Dus wij gebruiken natuurlijk OneDrive. Wat staat er nou precies op je OneDrive? Je zou ook nog andere vormen van cloud storage toe kunnen voegen. Dus stel je gebruikt Dropbox of Box of Google Drive. Wat eigenlijk allemaal niet nodig is als je OneDrive hebt. Maar je zou dat willen. Dan zou je hier ook nog je Dropbox aan kunnen toevoegen. En die hier meteen kunnen zien. Als we hier op de 3 puntjes klikken, dan zien we wederom apps. Je ziet hier Mural, waar we net op hebben gezocht. Je ziet hier bijvoorbeeld ook Tasks by Planner. Dit is een planner dashboard. En wat je met planner kan doen, is je kunt evenementen of projecten kun je plannen. Je ziet dat door dit appje toe te voegen, krijg je meteen al die verschillende taken die over de verschillende planners heen zijn. Krijg je in 1 overview te zien. Dus je kan zien wanneer er bepaalde taken gepland zijn. Welke er voor mij zijn, et cetera. Ik kan je aanraden om eens te kijken tussen deze apps. Omdat hier, zoals ik al eerder zei, niet alleen Microsoft applicaties zitten. Maar hier zitten ook heel veel applicaties van andere vendoren. Je ziet bijvoorbeeld Menti van de Mentimeter. Zou je zo toe kunnen voegen aan Microsoft Teams. Je channel kalender. Dus stel je hebt een bepaalde meeting in een channel. Zou je die zo toe kunnen voegen. Power Automate gaan we zo meteen naar kijken. Heel veel verschillende applicaties die je misschien gebruikt, die hier al in Teams zitten. Je ziet hier Asana, is een behoorlijk populair work management platform. Je ziet zelfs Zoom.
Dus je zou Zoom rechtstreeks kunnen toevoegen aan Microsoft Teams en je Zoom calls of je WebEx calls kunnen doen vanuit Microsoft Teams. Nou, we hebben het al. Laten we eerst kijken naar dat nieuwe team wat is aangemaakt. Die onboarding, dat onboarding team. Nou, hier zie je hem ook staan. Hè? Dus je ziet hier onboarding met een general tab en die tabs die allemaal die er allemaal automatisch bij kwamen in die template is netjes aangemaakt. En we zouden nu hier meteen de onboarding kunnen starten. Nou, misschien dan nog wat, wat leuke tips. Als je een nieuwe conversatie start, dan kun je opmaakdingen kun je gebruiken. Dus je kunt verschillende lettertypes zou je kunnen gebruiken. Je zou kunnen zeggen, ik ga een announcement maken. Hier is het, zie je het dik gedrukt. Je zou er eventueel een plaatje aan toe kunnen voegen. Je kan hier allerlei teksten toevoegen. Je zou kunnen zeggen, ik ga een gifje ga ik toevoegen. Waarbij ik eerst daar gifjes, is dat wel nodig? Nou, je ziet dat het toch iets toevoegt aan die post. Je zou kunnen zeggen, mogen mensen wel of niet antwoorden? Wil je in meerdere channels gaan posten? Hier zie je dat vinkje met het uitroepteken. Dus dat we hier dat uitroepteken zagen, kunnen we hier een uitroepteken plaatsen. En voor iedereen die dan straks onderdeel is van het team, die zal dan een uitroepteken hier in dit channel zouden zien. Nou, laten we dan eens kijken naar Power Automate. Daar hebben we het natuurlijk ook in een van de sessies over gehad. En bij Power Automate, als je het niet hebt gezien, kun je verschillende processen aan elkaar koppelen. Een heel praktisch voorbeeld. Laten we eens kijken naar de verschillende templates die er al bestaan. En laten we eens zoeken op Teams. Hier zie je bijvoorbeeld stuur een e-mail wanneer een nieuw bericht is toegevoegd aan Teams. Ik zou deze nooit gebruiken, want we veranderen natuurlijk alles van Teams of van Outlook naar Teams. Maar het is wel een voorbeeld van iets wat heel makkelijk kan. We zouden hier ook kunnen zeggen, create a task in Planner wanneer er een bericht is toegevoegd aan een Teams channel. Nou, laten we die eens gaan proberen. We klikken daarop. Je zult zien dat we hieronder zometeen moeten bevestigen dat we inderdaad zijn wie we zeggen dat we zijn. Je ziet dat nu de authenticatie plaatsvindt. Dus mijn wachtwoord wordt hier gecheckt. En dan zegt hij, oké, welk channel wil je? Dus je kiest hier je team. Nou, we pakken dat onboarding team wat we net hebben gebruikt. Probeerde ik in ieder geval. Onboarding team. Het channel waar we dit in hebben. We pakken training. Welk plan ID? Nou, je ziet hier lopen we ergens tegenaan. Want we hebben een team gekozen waar geen plan erin zit. Dus die gaan we nog een keertje zoeken. Kijken of we er eentje kunnen vinden. Nee, maar ik hoop dat je het begrijpt. Op het moment dat we hier op save drukken, is iedere keer als we in een bericht komen, als er een bericht wordt toegevoegd, wordt er automatisch een taak aangemaakt. Laten we kijken of er een andere is die ik ook heel veel gebruik, die ook leuk is altijd om te demoen. Dus we gaan weer zoeken op Teams. En dan moeten we even naar beneden scrollen. Hier zie je follow-up on a message. En wat deze doet, als we hierop klikken, deze zegt dat als dat laten we even continue drukken. En vervolgens op create. Nu zie je dat deze flow wordt aangemaakt. En wat dit ding doet, is op het moment dat ik. Ik klik even op edit, zodat je kan zien wat er gebeurt. Op het moment dat ik een bericht selecteer, kan ik een delay aan laten maken. Ik zal zo laten zien hoe dat eruit ziet. Hier zie je een tijdsinterval. En vervolgens wil ik een adaptive card, dus een kaart, als een flowbot toegevoegd laten krijgen. Nou, als we snel kijken naar wat die adaptive card is, zie je hier de verschillende minuten. We gaan deze eventjes op 1 minuut zetten. Dat we het dan zo meteen goed kunnen laten zien wat het dan precies doet. We gaan die vervolgens uit. Even kijken of ik hem goed heb opgeslagen. Nee, daar was ik al bang voor. En 1 minute. Save card. Zo. En we gaan dit zo meteen eens even testen. Dus we gaan hem eerst saven. Even. We gaan hier vervolgens gaan we hier uit. We gaan terug naar Teams. En het duurt vaak even voordat dit meteen werkt. Dus laten we hopen dat we geluk hebben dat we hem terugkrijgen. Stel, dit is een bericht dat we binnenkrijgen waarvan we denken, hey, ik moet hier moet nog even op terugkomen, maar ik wil daar een herinnering van krijgen. Klikken we hier op More Actions. En nu zie je hier ook die follow-up on a message die we net in Power Automate hebben aangemaakt.
Nou, laten we daarop drukken. Dan zie je hier wanneer wil je de herinnering krijgen. Nou, dat wil ik graag over 1 minuut. We drukken nu op submit. En als we nu 1 minuut verder zijn, als ik 1 minuut vol kan praten, dan zal je zien dat we zometeen een notificatie krijgen. Dus laten we wachten tot die minuut voorbij is. Voordat ik dit goed kan laten zien. We gaan dit ondertussen weer een beetje opruimen. Je ziet dat we ook redelijk wat chats hebben. Dus laten we ondertussen eens kijken wat voor mooie chats we allemaal hebben van verschillende mensen. Je ziet hier dat Patty ook een plaatje heeft toegevoegd. Dus we kunnen op dat plaatje klikken en dan kunnen we dat plaatje ook zien. Zo zie je dus dat je heel makkelijk ook bestanden kunt toevoegen aan Microsoft Teams. Die kun je uploaden vanaf je computer of vanaf OneDrive. En dat kunnen eigenlijk allerlei verschillende bestanden zijn. En Teams zal altijd proberen om het in de Teams app daadwerkelijk te openen. Kijk, hier komt de reminder, is hier binnengekomen. Nou, laten we eens kijken wat de reminder dan is. Dit is een bericht waar je aan geremind wil worden. We gaan view message doen en vervolgens zien we weer dat bericht waar we net aan herinnerd wilden worden. Dit gebeurt dus allemaal automatisch en heb je zo met 2 klikken, heb je dat vanuit de templates geregeld. Dus je gaat naar flow.microsoft.com, vervolgens druk je op templates. Nou, daar zie je honderden van die verschillende templates. En dit is overigens niet alleen met Microsoft templates. Dus stel je gebruikt Google en Slack. Zou je zelfs kunnen zeggen, hey, ik wil iets naar Slack. Wat allebei concurrenten van Microsoft zijn. Ik wil een bericht posten in Slack als er een event start in Google Calendar. Je zou deze ook helemaal vanaf de grond af op kunnen bouwen. En dat doe je met verschillende triggers. Ik denk dat we iets te weinig tijd hebben om dat nu goed uit te laten leggen. Maar je ziet hier ook een heleboel verschillende opties die je hebt om triggers te starten. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen wanneer er een nieuw channel is toegevoegd of wanneer er een nieuw lid is toegevoegd aan Teams. Dus wanneer er een nieuw lid is toegevoegd aan Teams, dan wil ik hier het Contoso team, dan wil ik dat er automatisch een bericht wordt gepost in datzelfde team. Nou, dan kiezen we weer het team waar we voor hadden gekozen. Had ik hier Contoso gekozen? Ja, Contoso gekozen. Dan kiezen we in welk channel dit gebeurt. In dit geval General. We saven hem. Of dan moeten we eigenlijk eventjes zeggen welkom. We saven hem. En laten we die ook eens gaan testen. Dus we gaan hem testen. We gaan het Contoso team opzoeken. Waar hebben we dat ding? Die hebben we vast ergens verstopt hieronder. Ja, hier is het Contoso team. General is nog leeg. We gaan een nieuw lid gaan we toevoegen. Moeten we iemand vinden die er nog niet in zit? Laten we hopen dat Alex er nog niet in zit. Ja, Alex zit er wel in. Delia zit er ook al in. Dan doen we michel.bouwman@microsoft.com. Kijken of er externe aanstaat. Gaan we toevoegen als guest. Dus ik word nu als gast wat ik toegevoegd. Dus ik kan dus ook samenwerken met externen in Microsoft Teams. Ik druk vervolgens close. En als het goed is, krijgen we hier zometeen een bericht te zien met dat welkomstbericht. Dus we gaan weer eventjes terug naar die flow. Je ziet dat die is gestart. Dus hij is nu ook eventjes aan het nadenken over hey, wat moet ik nu eigenlijk doen. Je ziet hier, ik ben succesvol geweest. Er is inderdaad iemand nieuw toegevoegd en ik moet nu een bericht posten. En je ziet hier ook dat bericht van Megan, want ik ben Megan in de demo, dat zegt welkom. Nou, en zo kun je dus allerlei verschillende dingen aan elkaar knopen. Ik hoop dat je een idee heeft gegeven van wat Microsoft Team kan. En ik stel voor dat we teruggaan naar de studio. Nou, ik hoop dat het was wat je ervan verwachtte. Ik denk dat we met z'n allen hebben kunnen zien dat er echt heel veel aan zit te komen. Wat we nu al kunnen, wat er in de toekomst gaat komen. Conclusie is, als ik zeg maar even een korte recap doe van de afgelopen 4 weken, is dat we niet meer om Teams heen kunnen. Het wordt een steeds belangrijker onderdeel voor wie we zijn, wat we doen en onze werkzaamheden. Ik ervaar het zelf als een ideale manier van werken. Ik denk dat veel van onze kijkers, ook als ik terugkijk naar de reacties van de afgelopen weken, dat zeker in herkennen. Mm-hmm. Ik weet niet of jij nog een laatste zin hebt, iets leuks hebt waar we mee kunnen afsluiten. Misschien hadden we die moeten voorbereiden, maar nee. Dank jullie wel voor de mogelijkheid dat ik hier 4 weken achter elkaar heb mogen staan. Jullie bedankt natuurlijk voor het kijken. Ik denk wat we de wereld waar we nu in leven is bijzonder. We gaan straks in de volgende fase. Ik denk dat Teams ons heel erg kan helpen.
Als je nu al onder de indruk bent van wat Teams kan, wacht maar hoe het er over anderhalf jaar uitziet. Ik denk dat we een mooie tijd op het gebied van technologie tegemoet gaan. En ik hoop dat we deze sessie op hele korte termijn weer lekker bij jullie op kantoor of gewoon hier met een volle zaal kunnen doen. Want ik kan niet wachten om jullie allemaal weer te zien. Een van de dingen die ik van je geleerd heb is om het kort te houden. Dus ik ga alle dankwoorden, die bewaar ik wel voor achter de coulissen. Michel, bedankt. Kijkers, bedankt voor het kijken. Stel je vragen. Onze accountmanagers nemen contact met jullie op om te beoordelen hoe het was. Om te vragen of we wat voor jullie kunnen betekenen. Hartelijk dank en tot de volgende keer.